Tim, je was de laatste tijd nogal zorgelijk. Je kijkt nu relaxed en dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Want je vertelde me, je hebt vorige week je moeder begraven. En je had een heel goed contact met je moeder. Hoe gaat het met je? Nou, goed. En mede natuurlijk omdat, voor zover dat natuurlijk kan, heel mooi gestorven is. Ik was erbij. En ze is precies gestorven zoals ze was. Heel nuchter. Het was niet dramatisch. Heel rustig. Hoe oud is ze geworden? Op een aantal weken na 85, dat viel me tegen. Want ik had van haar verwacht, ik denk, nou, die houdt het nog vol tot haar verjaardag. Maar okay. Dat zat er niet in. Maar het is wel heel, het is ingrijpend. Het rare is ook dat het helemaal niet uitmaakt of je nou 30 bent of zoals ik 52. Ja, degene die onvoorwaardelijk van je hield zoals je bent, die is weg. Ja. Oké. Okay. Nou, Pim. Ik vroeg je, we willen het graag hebben over de gezondheidszorg, de thuiszorg, de ouderenzorg. En dat is eigenlijk de aanleiding om er even over te beginnen. Maar desalniettemin wil je daar toch graag over praten. Ja. Want je hebt heel veel verkeerde dingen meegemaakt bij het ziekbed van je moeder. Nou, laat ik eerst zeggen de goede dingen. Hè. Met name de uitvoering, de verpleegsters. Daar heb ik niks op aan te merken. Integendeel, veel complimenten. Maar wat je op het ogenblik in de gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs ziet. En dat is natuurlijk schaamtevol in een zo rijke maatschappij als de onze. Dat het product niet goed is. Dat het niet past bij de vraag. Nou, dat denkt men. Hè. De politiek heeft nu weer wat miljarden beschikbaar. En die denken van nou, als we dat er nou inpompen, dan komt daar een goed product uit. Nou, dat is mijn stellige verwachting van niet. En hoe komt dat? Omdat de wijze waarop het georganiseerd is, die is niet adequaat. Er is veel te veel bureaucratie. Veel te veel overhead, dus heel veel management, heel veel kundes. En wat gebeurt er dan? In feite worden de mensen die het moeten doen, hè, in de gezondheidszorg zijn dat verpleegsters, verzorgsters, artsen, nou, noem het maar op. Die worden en onderbetaald en ze zijn er ook met te weinig. Nou, wil je dat nou veranderen in zo'n bedrijfstak, want dat is het inmiddels, dat is een van de grootste bedrijfstakken in Nederland, dan moet je eerst reorganiseren. Net zoals het in het bedrijfsleven gebeurt. Dus veel meer decentraliseren, veel meer verantwoordelijkheid leggen op een lager niveau. En in de gezondheidszorg ook particulier initiatief niet alleen toelaten, maar stimuleren. Waarom zou Randstad niet een verpleeghuis kunnen exploiteren? Of cateraars, hè, die heel actief zijn in deze sector door productverbreding. Ik denk als dat gebeurt, dan zullen ook de traditionele instellingen anders gaan werken. Want het is natuurlijk toch een bloody shame. Dat bijvoorbeeld de wachtlijsten, men weet niet eens wat men meet. Het is hetzelfde als Dijkstal, hè, de saxofoonminister. Na 4 jaar nog niet eens weet hoeveel agenten die op straat heeft lopen. Nou, dat geldt precies voor die wachtlijsten. En dat is niet omdat die mensen dom zijn, maar omdat het verkeerd georganiseerd is. Is mevrouw Borst niet bekwaam genoeg? Of? Nee, ik heb haar nooit bekwaam gevonden. Dat is op de winkelpaster. Elk incidentje. Ze is wel heel bekwaam in masseren. Hè? Dus een goede masseuse, absoluut. Goede masseuse. Ja, ze kan heel goed met mensen opschieten, conflicten dempen. Dat is echt een lieve huisarts. Maar om in dezelfde termen te blijven, want ze is ook arts. Slechte heelmeesters maken stinkende wonden. Hè? Soms moet je gewoon het mes in iets zetten. En dat heeft ze nergens gedaan. Dan las ik van de week in de... Want bijvoorbeeld in de wachtlijstenproblematiek, dan kan er een wachtlijst ontstaan in de zorg. Terwijl de thuiszorg. Terwijl niet de vraag is thuiszorg, maar een groot gedeelte van de vraag is verpleeghuis. Maar ja, goed, dat is er niet. Dus schuift dat door naar thuiszorg. Dus je moet eerst gewoon heel goed weten, wat is nou precies die vraag? En dan zeg ik, zorg dat je dat aanbod op die terreinen verhoogt. En dan zou ik zeggen, ga maar weer terug naar die commissie Dekker in de jaren 80. Zorg ook dat particuliere toetreders op een goede manier die markt kunnen toetreden. Dan krijg je wat concurrentie, je krijgt verschillende vormen, je krijgt ook maatwerk, hangen ook verschillende prijskaartjes aan. Maar dat betekent ook dat de basiszorg vanuit de verzekering kan worden geleverd. Maar dat als je meer wil, dat je daardoor dus ook voor moet betalen. En dat is in Nederland een moeilijke discussie, want het moet allemaal gelijk. En dat is zo raar, want de villa-bewoner die woont ook niet tussen de flatbewoners. Maar als u oud bent en u heeft verpleging nodig, verzorging nodig in een verpleeghuis, dan liggen u allemaal door elkaar. Nou, heel veel mensen willen dat niet, willen toch iets hebben wat lijkt op het leven waaruit ze wegkomen. Okay, Pim. Nou, dat kan.